This is Bravo, Roger, out. Update, minuut 38. Ik heb nog eens gekeken wat de mogelijkheden zijn. Hoogstens 30 minuten. Wat kunnen we hier doen? Oké, mensen, we hebben een positie gekregen van de servicegroep 2 Alpha. Die dreigt nou door te breken naar de oceaan. We krijgen opdracht om 2 S-fregatten en een helikopter te sturen om de zaak op te vangen. CCO, we gaan de Kallenburg en de Krijnse uitsturen om de zaak te onderscheppen. Wat je commandant. Golf Romeo, this is 1 Mike Delta, form SAC, WIT, call sign 6 Victor Charlie, and engage Orange 2 Alpha, and use organic helos for surface search. Over. This is 2 Golf Romeo, Roger out. Brug, hier CCO. Stuur de koers 045, dit is stelling 528. Romeo. 2 Yankee Romeo, this is 2 Golf Romeo, precies official probe. Contact in your 227 at 17 nautical miles. This is Bravo, Roger, break, 3 Mike Oscar over. This is Bravo, use call sign 3 Zulu Oscar, Desix. Wat dacht je van, hè? Die helikopter even snel verkenningsvlucht? Dat lijkt me een heel verstandig besluit, ja. En dan weet je tenminste hoe het daarbij staat. CCO laat de tweede helikopter het gat dichten en geeft de andere schepen een grotere sector. This is 1 Mike Delta, intentions. Foxhot 1 Sierra en Zulu 8 Bravo, reorientate and cover. This is Bravo, Roger, out. Flashmelding van de Orion. Hij heeft een possible submarine, sector 2. Gezet koers en vaart 265, 4 knopen. CCO Aircontrol, er is een onderzeeboord contact gemeld in onze sector. Commandant Salvoor, beide helikopters terug te halen voor exacte positiebepaling. Ja, akkoord. Fresh, this is 1 Mike Delta. Disregard, visual probe, take good position, 050. Centrale hier in de CCO. Heb je nog solar contact? Hier de B-centrale, we hebben nog geen spoor van onderzeeboord. Roger. Aircontrol hier de CCO. Hangt de helikopter al in de dip? Negatief, meneer. Ze hebben nog geen contact. Flash, this is 2 Yankee Romeo, hot bearing 087, range 48. Dat is veel te dichtbij. CCO laat het konvooi afdraaien om de beurt. Wat je commandant? Zijn er, hier de CCO. Uitgeven een emergency turn naar koers noord. Emergency turn north. I say again, turn north. Attentie alle posten, hier de CCO. Gevechtswacht op post. Gevechtswacht op post. Ze hebben het doel gemist. Alle posten, we gaan in voor de aanval. This is 1 Mike Delta, standby Cobra, Vower 6, 0 Vower 2, Tango Tango, range van... CCO hier de OB-centrale. De onderzeeboord verandert koers over bakbord naar ons toe. En Roger, Heibrug, stuur het uit, stuurkoers 0-7-0. Fighter Raiders, 2-2-0. Alarm luchtdoel, 2-2-0. 0 closing in fast, strength many, out. Afgepaste aanwijzing, track 5-4, 6-3 is voor ons. This is Delta, CCO, PMO, eerste vier doelen zijn opgeleid en gereed om aangevallen te worden. Alarm, nieuwe luchtdoelen, peiling 1-2-0. Eerste doelen in actie. CCO, hier op B-centrale. Torpedo, rood 30. Brug, hier komt dat. Bakpoort aan boord. Submarine is last, torpedo. Verzoeken naar Shitrap Fire Channels. Doel 3 in acquisitie. Herstel, is gelokt, radar 1-2-3-2. Dit is Delta, burst firm, first, 3 bogies, out. Oké, mannen, daar gaan we. Launch, standard, launch, perro. Damage report, also. Midships, main engines not available. All weapon systems US. Heavy casualties among crew. Ship is no longer available for assigned duties. Tja. Ja. Ik
chaos. Complete chaos. Vanaf het begin heeft u al één grote fout gemaakt. Uw hoofdtaak, konvooibegeleiding. U stuurt twee eenheden uit. Uw dreiging, twee oppervlakte-eenheden. U heeft een vliegtuig. Spel of werkelijkheid, veiligheid en vrede, het zijn geen eenvoudige begrippen. Een conflict aangaan of juist ontwijken, het zijn ingrijpende beslissingen. Als officier bij de Koninklijke Marine heb je daarmee te maken. Je krijgt veel verantwoordelijkheid te dragen voor je mensen en het materieel. Een gedegen vakopleiding op het Koninklijk Instituut voor de Marine gaat daar wel aan vooraf. Daar kun je nog een fout begaan die je later nooit meer mag maken. De Koninklijke Marine is een groot bedrijf met een veelheid aan activiteiten op zeer verschillende gebieden. Kies je hiervoor, dan kun je rekenen op een goede opleiding op wetenschappelijk niveau. Officier bij de marine zijn is meer dan je denkt.